zijn eind deze maand onze deuren te sluiten en te stoppen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend zonde, maar dit is natuurlijk wel een feest om ermee uit te gaan. Dit is wel een heel bijzondere dag, vind ik, ook voor het Stedelijk Blaasorkest. Want ik heb jullie eerder horen spelen en ik weet wat jullie kunnen. En het is ongelooflijk jammer dat je op een gegeven moment ervoor moet kiezen, maar misschien ook wel verstandig, om ermee op te houden. Maar ik vind het jullie ook wel typeren dat jullie gedacht hebben, we moeten ermee stoppen, maar we gaan op een manier stoppen die ook iets betekent voor de stad, voor onze medemensen, die een hele mooie manier is. Want wat is nou, jullie voorzitter zei het net ook al, een betere manier om je laatste concert te geven dan met zo'n soort dag als vandaag. En daar zijn jullie, ik vind het echt geweldig en ik vind even richting jullie dat het Stedelijk Blaasorkest er ook een hartelijk applaus voor. Dus nu gaan we. Ik heb net een mooie rondleiding gekregen en gezien wat het allemaal is. Het is dat ik nog wat andere dingen moet doen vandaag, anders had ik nog gedacht ik laat me even schminken. Maar ik ga het niet doen, maar er komen waarschijnlijk nog een heleboel bezoekers vandaag die het leuk vinden om zich te laten schminken, nagels mooi te laten doen, om prachtige mandala's te kleuren. Oud-Hollandse spelletjes. Ik heb begrepen dat er een leerling een dag lang bezig is geweest. Het waren er 250, hè? 300, nog erger. 300 cupcakes te bakken die zometeen allemaal versierd moeten worden. Ze smaken vast heerlijk en alles ligt ervoor klaar. Het is wel een hele mooie dag om samen met elkaar, voor allerlei mensen in onze gemeente, een hele fijne en leuke dag met elkaar te hebben. En dan wordt er ook nog friet gebakken. Dus niemand kan vandaag iets tekort komen. Buiten is het tussen de buien door, want het wordt nou weer een beetje grijs, maar het gaat ook zonder iets ook heel veel te doen. Dus ik vind dat jullie met elkaar samen een fantastische dag hebben georganiseerd. Leerlingen, mensen hier van de Nieuwe Vlucht, de spelers van het Stedelijk Blaasorkest. En het wijkcentrum, ja, laat ik het wijkcentrum niet vergeten, want dat doet ook mee. Hè? Je kan zo meteen naadloos overlopen het wijkcentrum in. Het is een hele mooie manier om samen met elkaar iets fantastisch leuks te doen. Nou, ik hoop dat jullie daarmee een ongelooflijk gezellige dag hebben. En wat ik net vergeten was, en ik kwam hier binnen, en ik werd meteen door een van de leerlingen van de Nieuwe Brug in mijn kraag gegrepen om loodjes te kopen. Dat was jammer, maar helaas, maar de kassen moeten ook draaien natuurlijk. Dus ik zou tegen jullie allemaal willen zeggen, zo meteen ook een loodje kopen, want die twee die niks waren, die zijn er al uit. Dus de kans op de prijs is heel erg. Allemaal heel veel plezier vandaag en Stedelijk Blaasorkest, heel veel succes met het verdere concert zo meteen. En daarmee is deze prachtig geopend. Als je op reis gaat, dan neem je een vliegtuig of dan neem je de fiets of de auto. Maar met muziek kan je ook op reis. Muziek kan je meenemen op reis en dan kan je gewoon op je stoel blijven zitten. Ja, of niet als de muziek heel erg hipstig is, dan mag je meedansen natuurlijk. Vandaar, we gaan maar eens even naar Afrika. We hebben speciale instrumenten voor nodig. Ja, saxofoons hebben ze niet in Afrika. Maar wacht even, die meneer daar met die bril op. Meneer, wat heeft u daar?